Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag tweede kerstdag. Ik hoop dat jullie gisteren heel veel plezier hebben gehad op eerste kerstdag. Gezelligheid. En natuurlijk heb ik genoten van de video van mij op eerste kerstdag. De kerstspecial met de politie. In ieder geval, het was op de première functie van YouTube. En die had ik per ongeluk eigenlijk aangezet. Of ja, niet per ongeluk. Ik zette hem aan met de gedachte van dan krijgen jullie alvast een dag van tevoren te zien tot die video er aan gaat komen. Maar dat zit er nog. Maar blijkbaar was het een soort van livestream waar jullie dus om 10 uur 's ochtends klaar konden gaan zitten om live met elkaar die video te kijken. Dat was op de ene kant wel leuk, dat was niet helemaal mijn bedoeling. Maar wil je dat nog vaker zien, laat het maar even weten in de reacties of dat een succes was. Nu met het OP, zoals ik het noem, met overig personeel, dat is de ambulance, de Rijkswaterstaat en de brandweer in dit geval. Ik heb een hele... heel gedoe gehad. Het is op dit moment bijna 9 uur 's avonds voor mij op eerste kerstdag. Ik wilde deze video eigenlijk veel eerder opnemen, maar er kwam van alles tussen. Dus ik heb eigenlijk ook eerst Rijkswaterstaat opgenomen, toen brandweer, toen ambulance en toen de Rapid. En de volgorde die online gaat, of die in deze video te zien is, is eerst de ambulance, dan Rijkswaterstaat, dan brandweer en dan Rapid. Dus de volgorde klopt niet helemaal en sorry daarvoor als ik dingen zeg van ja, en als ik dingen zeg die ik nog niet wist. En hoe zit dat nou precies, dat ga ik jullie uitleggen. Deze ambu, de ambu die achter mij staat nu, daar komen meerdere varianten van online. En daarbij zouden een paar met een facelift online komen. Een facelift wil zeggen de voorkant wordt wat nieuwer, is wat nieuwer. Een versie uit 2015, een versie uit 2017 of 2018 zelfs. Die zou ik eigenlijk krijgen voor de opnames van tweede kerstdag. Dus ik dacht, nou dan wacht ik tot en met eerste kerstdag en dan kan ik daarna met die ambu opnemen. Nou, alles goed in de planning, zei de maker. En uiteindelijk kwam er toch een probleempje met het maken van die ambu. En daardoor kon ik die ambu niet krijgen. Nou, helemaal niet erg, ik wil toch nog alvast een shout-out doen naar Lars, Labree en Wandertje tot ze überhaupt die ambu's al hebben gemaakt. En toen moest ik alleen wat later op de dag nog alles gaan opnemen. En er was natuurlijk ook kerstviering bij en zo. Dus ik had een beetje stress. Maar dat horen jullie ook wel in de video. In ieder geval, ik zou zeggen, als ik niks meer vergeet, geniet er lekker van de video. Het is weer een lange video, 1,5 uur geloof ik. Dus ja. Of 1,5 uur, 1 uur en 10 minuten geloof ik, 1 kwartier. Veel plezier. Tot zo eigenlijk, tot nu. En dan zijn we dan met de ambu. Ja, zoals ik al zei, niet met de facelift, maar nog even de 2012 versie. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want hij blijft gewoon super dik. Zoals ik dus al had gezegd, het was even spannend voor mij. Of ik de ambu ging krijgen op eerste kerstdag en dus de video met die ambu op tweede kerstdag online kon zetten of niet. En dat is helaas niet gelukt, maar toch nog een dikke shout-out naar Lars, Labree en Wandertje natuurlijk voor deze ambuel. En sowieso een shout-out naar Lars dan, omdat hij nog probeerde die ambu even te fixen, maar er zat nog een kleine bug in, vandaar dat het ook niet lukte om die vandaag te doen. Om ze dus vandaag voor mij en gisteren voor jullie die ambu's op tijd af te krijgen. Ik weet zeker dat het wel goed gaat komen in de toekomst. We hebben nu onze eerste melding, een A2'tje, code groen, code green, hoe dat heet in GTA of in Amerika of zo. Iemand die is vast misselijk en die moet braken. Ik heb trouwens geen paard. Dat is 4B geloof ik. Zo, stap in. Dat is wel leuk natuurlijk als we samen kunnen rijden. Stap je nou niet in of wat? Ik zal even instappen. Of uitstappen, instappen. wat wilde ik zeggen? Ja, dus dat is niet gelukt, maar dan doen we dus gewoon met deze ambu en met de Rapid. In dit geval hebben we jullie al gezien of gaan we nog zien. We gaan dus nu naar een melding van een persoon die was wat misselijk en die moest braken. Daarbij en koorts geloof ik. Dus we gaan eens kijken.
waarom de ambu daar nodig is, waarom de huisarts niet daar naartoe kan gaan en of daar verder bijzonderheden zijn. Ik ga jullie niet vervelen met deze rit, dus of we knippen een stuk of we spoelen lekker vooruit. Ik ga hem in ieder geval wel gewoon netjes rijden en dat laat ik soms zien met vooruit te spoelen, maar soms knip ik ook gewoon. Jullie zien het vanzelf wel. Zou het ook bijna moeten zijn. Is hier weinig niemand. Naar de achterloop. Ja, hier links. Hallo, vertel. Je hebt niks te vertellen. Oké. Okay. We gaan eens kijken. Goeiedag meneer, ambulance. Wat is er precies aan de hand dat u hier op de grond bent gaan liggen? Even kijken. Het is wat lager. Hoe deed ik ze? Is dat een U? I? O? Ik weet het niet meer. T? Nee, die Griekse I. Nee, what the fuck? Waar is die knop ook alweer? Het stond geloof ik naar de beeld, maar ik weet het niet meer. Nou, we gaan beginnen met eens recht te staan. Nee, ik moet een knop hebben. Ah, hier, en. Ah, oké. Nou, ik wil hem nog wat zuurstof geven. Omdat de saturatie, de zuurstofgehalte in het bloed, het percentage zuurstofgehalte, zeg maar, dat was nog wat laag. En daarvoor wilde ik hem wat zuurstof geven, maar ik had op de verkeerde knop gedrukt. Waardoor ik hem nu alleen maar hoef te vervoeren naar het ziekenhuis en meer niet hoef te doen. Maar ja, dan zijn we tenminste wel vrij zo meteen al voor de spannende A1 meldingen. Of de spannende A2 meldingen natuurlijk. We moeten ergens hier erop. Ja, wat veel mensen niet weten is dat dit ook gewoon een ziekenhuis is. En ja, eigenlijk is het gewoon nog een achteringang waar ik altijd dacht dat je met de ambu iemand moest droppen. Maar dat is, daar kom je niet, ja, daar kom je niet zonder door de parkeergarage te rijden. En laat deze ambu en alle ambus nou net te hoog zijn voor die parkeergarage. Ambulance 61 respond to a for an upper limb trauma. Ik weet niet of at Eclipse Boulevard, West Vinewood. Door de geel is geloof ik ook A1. You are in code Y yellow. Sowieso helemaal anders in Amerika, hè? Of waar code rood, geel en groen en wit ook op zijn gebaseerd. We kunnen hem zelf natuurlijk ook al, deze is al te downloaden, hè? Dit mooie ding. Die sla ik wel op mijn stuur, terwijl het ja, een stuur kun je niet downloaden. Maar deze mooie ambu is te downloaden en hij is 2 dagen terug denk ik. De 23e is hij online gekomen. Sneller heb ik nog steeds verneukt.
ik had dus laatst zo'n ambu, zoals deze, ja niet precies die, maar zo'n opbouw zeg maar, met zo'n elektrische luchthoren die de MMT heeft, met een normale luchthoren, en hij had zijn versneller aan. Dus sommige ambulances hebben dus ook nog een brandweersirene. En ja, die zat dus op die ambu, met gevolg dat die achter mij zat. Ik kon geen kant op. En de persoon die naast mij reed, die, ik weet niet wat die deed, maar die ging vol in de remmen. Dus ik reed al rechts, dan zou je verwachten, dan word je links ingehaald. Met gevolg dat die ambu naar rechts moest, achter mij, versneller erop, zo'n elektrische luchthoorn, ik kan je zeggen, als je die ooit al eens hebt gehoord, die is hard. En vervolgens een brandweersirene eronder door, jongen, ik had stress, weet je niet weten. We zijn te plaatsen. Hoi. We nemen onze spullen mee. We gaan hier eens kijken, wat hadden we ook alweer? Een lower limb trauma, geloof ik. I'm gonna post that on Life Invader. Oh, fuck! Ja, oké, best wel netjes. Treatment. We gaan even de trauma treaten. Nou, kom maar mee naar het ziekenhuis. Dat stond nadat je de trauma heb verzorgd zeg maar, kun je hem vervoeren naar het ziekenhuis, dus dat gaan we dan ook zeker doen. Ligt lekker achterin, kijk eens achterin, Paul, mooi. Mijn collega zit naast hem, zoals je ziet op het stoeltje tussen mij en de bijrijdersstoel. En eigenlijk zoals heel veel ambulance meldingen in het echt ook, hè, stabiel en we kunnen hem gaan vervoeren. Eigenlijk is de ambulance, zolang ze iemand stabiel krijgen met medicatie of met wondzorg, gaat het daarna gewoon A2 naar het ziekenhuis. Dat zal ook in de meeste gevallen wel zo zijn. Dus ook hier hebben we hem stabiel gekregen, zodat we zonder spoed lekker naar het ziekenhuis kunnen. En dan kun je nog zo snel en zo hard zijn aangekomen met spoed, maar nu kunnen we zonder spoed relaxen. En dat kan lang duren. En dat is groen, maar die auto voor mij doet niks. Dan gaan wij even... We rijden nog snel mee met oranje. Oh, met rood bedoel ik. Oh, kan echt niet. Hier langs, want hier is ook gewoon een baan van rechtdoor. Ja, die auto had dat ook door, maar ik sta hier. Daar wordt bijna iemand aangereden. Nee. Oeh. En dan moeten we helemaal omrijden, maar ik ga gewoon lekker hier naar rechts. En hier naar links. Nou, er komt nog een ambutje A2 binnengereden. Spits hier bij de SEA. Zo, nailed it. Mooi man, prachtig. En we zijn vrij en we gaan op post. Naar post, naar de post. Want die ligt daarachter, eigenlijk recht voor mij geloof ik. Ambulance 61 respond to a for vehicle accident at West Eclipse Boulevard, GWC, in Golfing Society. Op de golfclub. You are in geen golfkarretje zijn we ongelukt, hè, want dan hebben we echt een probleem, hoor. Hey, brandweer.
ik vind deze mod zo vet, hè. Gewoon lekker dat je de voorgeschiedenis ook nog kunt achterhalen. Als je wilt, je kunt medicatie geven, je kunt... Ja, het is gewoon goede shit. Als ik het mag zeggen. Nou, de brand was geplaatst aan de politie. Oké, we gaan eens kijken, want er ligt iemand op de straat. Klinkt, of het ziet er niet echt goed uit. Hoi. Ja, nou. Rij nou echt tegen mijn ambulance. Daar heb ik hem zo kut geparkeerd ook. Even luisteren, even kijken, even voelen, even spieken. Oké, het ziet er niet goed uit in dat opzicht. Ik wil even de voorgeschiedenis weten, is hij ergens mee bekend? Moeten we allergieën achterhalen? Penicilline, is hier allergisch voor de antibiotica? Oké, meerdere fracturen ook, dus wonden of breuken, sorry. Oké. Even alles een beetje doen. Saturatie, wat was die eigenlijk? Zuurstof wederom. De SA 2. We gaan de wonden ook even verzorgen. Je weet, er staat dan weer niet tot het klaar is. Ik neem aan dat het nu klaar is. We geven maar gewoon alles, joh. Ik weet niet wat. Medicatie geven, pijnstillers zou wel fijn zijn, denk ik, als je meerdere botbreuken hebt en wonden. Poef, op de brancard en in de ambu. En dan gaan wij A1'tje richting het ziekenhuis. Alleen we krijgen geen route naar het ziekenhuis. Nou, ik moet hem nog even achterin bij hem gaan zitten. Ik ga zitten. Ik kan hem lekker bij zitten. Okay. Dus meneer, vertel het eens. Ik ga er even één ding doen. Ah ja, ik moet op het Griekse ei natuurlijk drukken. Ja, dat was het. Jongens, ik word echt gek van jullie. Jesus en dan van het verkeer. Collega. Dat was mijn collega. Oké, die doet niks meer. Dat was de laatste keer ook al. Dan gaan we gewoon dadelijk een nieuwe pakken. Min mogelijk gas geven, of ja, min mogelijk remmen, dus natuurlijk ook niet helemaal gas gaan geven tot je op 160 zit, want dan moet je weer keihard remmen. Dus wel lekker glijdend rijden, zodat de slachtoffer ook min mogelijk last van mijn rijgedrag heeft.
asociale popo. Ja, nu stopt ze natuurlijk niet uit. Zo. Moet ik hem zelf eruit halen of zo? Je mag hier uitstappen. Nou, die wilt ook niet. Of wel? Ambulance 61 respond to a for unconscious person. At El Rancho Boulevard, Cypress Flats. You are in code R red. Melding dus van iemand die niet meer aanspreekbaar is, en dat kan zomaar een reanimatie zijn. Plaatsen hoor. Nou, wat hebben we? Ze zijn niet aan het reanimeren. Maar wat hebben we? We hebben inderdaad, hij is een leven. Dat is mooi. We gaan beginnen met hem. Ik zie verder niet echt dingen waarom die nou niet aanspreekbaar is. Hartslag is goed, ademhaling is goed, saturatie is goed, bloeddruk is goed, dus we gaan maar een medicatie geven. Kut, wat is... ja, we gaan maar beginnen met in de ambulance te leggen.
kan mee. Waarom rijdt mijn collega? Oh nee. Nu gaat het helemaal mis. Goed, we gaan naar het ziekenhuis voeren. Scoop en run. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En of het allemaal goed gaat. En dan houden scoop en run eigenlijk in... gewoon inladen, wegwezen. En dan zien ze op het ziekenhuis maar verder. En de deur staat er open. Maar dat ziet niemand. Nu is het dicht. Ja, dat is nou kut voor een patiënt, hè, als je zo aan het remmen. Ik wil namelijk naar rechts hier al gaan. Ja, dat is hier pas. Ook al was hij niet aanspreekbaar. Het is nog niet fijn om met een patiënt... Ja, ik ook goed door de bocht te gaan, is helemaal niet goed voor een patiënt. En zeker niet als je iemand achterin hebt liggen. Maar zo vol in de remmen, dat is helemaal niet lekker. Gaat de brandweer, ook een uitdrukje. Nou, die hebben een prio 1 uitdruk. Maar door mijn sirene hoorde ik hun sirene. Ja, lekker man. Ja, ik kan wel beter stoppen met op deze grote auto's rijden. Zo, patiënt afgeleverd. En ik ga weer verder met mijn eten. Want ik ben echt tussen de maaltijden door. Ja, nee, het is wel gezellig. Gewoon verder. Even aan het opnemen. En nu gaan we lekker gezellig samen eten en koken. Dat moet ook gebeuren. En dan ga ik daar nog even die rapid opnemen. En dan heb ik alles bij elkaar en dan hebben jullie jullie video. Dus iedereen blij, ik blij, jullie blij hopelijk. Tot zo. Zo, en alles helemaal lekker geïnstalleerd voor Rijkswaterstaat. Dus laten we gaan. Niks op toe te voegen. Of op aan te merken. Gewoon in dienst. We zetten die even uit en nog maar aan. Zo. Wat wil ik nog zeggen? Ja, gisteren, eerste kerstdag, was natuurlijk... oh nee, dat heb ik al gezegd, laat maar. Niet meer van toepassing. Ja, het is, ik ga jullie gewoon verklappen. De ambush die jullie hebben gezien of gaan zien in deze video, dat weet ik nog niet. Omdat ik die nog niet heb. Maar het is wel eerste kerstdag, dus deze video moet wel morgen voor mij dan. Oftewel voor jullie vandaag online komen. Dus het is een beetje spannend of ik nou wel of niet die ambush op tijd ga krijgen. Ik heb al gezegd, voor mij maakt het niks uit, maar ze geven het even op tijd aan. Nee, nee, gaat lukken. Nou, oké, okay, dan gaat het zeker lukken, helemaal goed. Maar dus ik neem alvast Rijkswaterstaat en de brandweer op. En dan moet ik de intro en de ambulance versies later gaan opnemen. En dan wordt het daarna echt editwerk van wanneer ga ik wat inzetten, wanneer ga ik Rijkswaterstaat erop zetten, wanneer ga ik de brandweer plaatsen en wanneer de ambu en wanneer maak ik de intro. Dat soort dingen. Dus nu ga ik als mijn allereerste opname voor de tweede kerstdag eerst met Rijkswaterstaat. Terwijl die misschien pas vanaf na een half uur online of na een half uur pas zichtbaar is. Dus ik weet het echt niet. Maar in ieder geval wat meldingen erin gooien. Nou, dat is allemaal niet voor Rijkswaterstaat natuurlijk. Dat ook niet. Dat ook niet. Rijdt alsjeblieft prio 1. Ja, die wel. Maar die gaat hem weer crashen waarschijnlijk. Ja, dat is een andere locatie. Ja. Goed. Er is een ernstig auto-ongeval. En Rijkswaterstaat wordt gevraagd. Dus wij gaan prio 1. Daar rechts is zo te zien. Als je meerdere blauwe zwaarlichten rechts. En ik heb wat tips van jullie meegekregen. En die ga ik ook zo goed mogelijk proberen te gebruiken. Allereerst natuurlijk dat ik veel verder weg moet gaan staan. En dus ik ga hem alvast hier staan. Ik ga blauw omwisselen voor oranje. En ik zet mijn wielen nu eens naar links.
En de vorige keer, nou nu kunnen ze wel naar rechts. Nu kunnen ze naar rechts trouwens. Ja, want de vorige keer zet ik ze naar links en toen zei iemand, nou je moet ze toch naar rechts zetten. Want als iemand nou achterop mij knalt, dan vlieg je naar links. En naar links bedoel ik dan tot ik de weg opschiet. En dat was blijkbaar ook niet goed. Nu als iemand achterop mij knalt, dan of als ik ze dan naar rechts had gezet, reed ik zo recht op het ongeval af. Maar nu kan ik ze wel naar rechts zetten, want dan knal ik gewoon tegen het muurtje hieraan. Want ik sta veel verder van het ongeval af. En dit is eigenlijk echt geloof ik gewoon een botsauto. En dat is heel raar hoe ik het zeg. Maar als dan toch iemand ergens op knalt, laat ze dan maar om een Rijkswaterstaatauto knallen. En dat is geloof ik de intentie van vooral Rijkswaterstaat neerzetten. Dus ik ga in ieder geval mij bezighouden met... Nee, kut. Nee. Zie je linksboven? Nu niet meer road management. Dat is dus pionnen neerzetten. Ik wilde heel leuk pionnen neerzetten. Maar ik ben vergeten dat de rescue mod, of ja, de rescue mod ook F6 is. Dus we gaan deze melding gewoon even opnieuw. Zo, poging 2. En wat ik dus wilde gaan doen, mij bezighouden met de pionnen neer te zetten. Dus F6. Ja, oké. Going slot striped. En dan was het geloof ik gewoon enter. Ik weet niet meer. Joh. Ik heb die al heel lang niet meer neergezet. Oh, wat gebeurt er? Ah, wacht, het was iets met control. Ah, shit. Control J? Ja. Nope. Niet bukken. Dus wij zorgen voor de veilige wegafzetting. Pionnen heeft Rijkswaterstaat eigenlijk bij en hebben ze überhaupt pionnen, want ze lagen niet achterin. Of zou je zeggen, je moet juist pas pionnen gaan neerzetten als je in de buurt komt van het incident. Een beetje dronken pionnen neerzetten. Oeh, god, ja, ik ga helemaal deze kant. Hey, hou je smoes man. Ga je nou er tussenin proberen te gaan, dan heb je te maken met de politie hier, hè. Nog lang, kijk nou hoe scheef dronken. Oké, okay. Goed, als je hier nou probeert tussen te rijden, let je ook gewoon niet op. Dus we zijn ter plaatse. De politie is hier ook nog even aan het dansen of zo. Ik weet niet wat hij allemaal is aan het doen. Hey, 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 feestje. Hey, yo. Oké, okay. Mooie Touran trouwens, mooie Audi trouwens, Paul, mooie Ambu trouwens. Kippazo. Zeg nou, ik spreek geen Spaans of wat je ook zegt, hè? Pannenkoek. Nee, het is kerstmis, aardig blijven, dus we zijn bijna klaar met kerstmis. Ambu was als eerste te plaatsen. Zien jullie het? Ik zie het wel in ieder geval. Waar zie je het nou aan? Laat het maar weten in de reacties. Oi, ik moet natuurlijk hier even weer een gesprek gaan voeren en dat zal ik maar even heel snel doen. Zo, bla bla bla. Hi. Oi, blijf even staan anders. Ja, nee, oké, okay. Oké, okay, okay. Iedereen loopt weg. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik geloof dat de melding crasht ofzo. In ieder geval. Weet ik hoe we alles opruimen. F6 natuurlijk. Dan gaan we Dima pakken. Dima pakken. Dima pakken. Melding is afgerond. De personen zijn met de schrik vrijgekomen. Ja, het is natuurlijk niet aan mij de taak om daar te gaan praten met de mensen. En zeggen van, hey, waarom deed je dit en waarom reed je tegen hem. Maar dat mag de politie lekker doen. Wel de VOA. Nou, je mag weer rustig doorrijden, meneertje. Ja? Nou, iedereen is er wel weg, behalve de auto's. Dan zal ik de auto's nog even laten afslepen. Dan heb ik toch nog wat nuttigs gedaan vandaag. Oh god, komt niet. Ik zie veel politie rijden. Nu. Vandaag, zeg maar. En dat vind ik heel raar. Want normaal heb ik dat niet tot ik, als ik ergens rijd, dat er opeens politie prio 1 langs komt gescheurd. Natuurlijk heb ik het wel, hè, dan is er weer een achtervolging. Maar nu rijden ze zonder enige, ja, tot ik denk van, waarom rij je nou met spoed langs? Ik vind het wel vet. Ik zou het vaker willen zien eigenlijk. Dat ik gewoon ergens rijd en tot er zomaar opeens een brandweerauto of een ambulance of een politieauto met spoed langs komt. En dat je daar ook voor aan de kant moet. Het zou mij wel leuk lijken. Graag
meteen twee takelwagens deze kant op. Yes. Hey joh, wat een gek. Dat is wel een mooie inhaalactie hoor, 4 racen. Ingedrukt houden. Komt hij snel. Any unit in the East Los Santos area, citizens report narcotics activity in... Nee, we zijn niet voor drugs. Nou, we gaan nog eens luisteren of er wat te beleven is. We have a suspicious person in Cypress Flat. Units respond code 2. We have a serious NDA, Cypress Flat. Geet u alstublieft prio 2. Nu moeten we even rustig gaan. Nu gaat hij een beetje laggen. Hij begint ziek te worden, dat is zo kut hè. Als je met kerstmis sowieso in je vakantie ziek wordt. Dat moet je niet hebben. 12-01, dat is 12-01. Uh-oh. 1 Lincoln 18. We've got a robbery in Murrieta Heights. Melding, ongeval, wederom. En ja, ik weet het, Rijkswaterstaat houdt zich eigenlijk vooral bezig op de snelwegen. Maar ja, wij pakken gewoon alles. Het hier ook ik ga samen met de politie zitten. En een beetje moet hier naar rechts. Rechtsop. Irritant als ze door gaan rijden, dan denk je van laat ik dan ook links langs gaan, dan gaan ze rijden en dan denk je oh laat ik binnenboxje pakken dan, achter ze langs en dan gaan ze stoppen. Thank you.
Nou, bij de vorige video stond ik, denk ik, hier zo. Laat ik nu dan hier gaan staan. Net voor die bocht, zo. Nou, ook weer niet in de bocht. Ja, zo ongeveer, denk ik, hè. En dan zet ik nu weer de wielen naar rechts, als ik het goed heb. En dan, als iemand op mij knalt, nou, wat je dan ziet is, stel iemand knalt op mij, dan rolt hij dus hier naartoe. En dat willen we juist hebben. Oké, ga je nog maar langs. Ja, dus wij zetten hem in zijn park en wij gaan eens een kijkje nemen. Zullen we even bionnetjes gaan neerzetten weer. Zo, dat was de auto wel eens weg. Dat je toen maar even een agent moet komen die het verkeer een beetje regelt. Wat je nu hebt is dat ze beide op één rijbaan moeten gaan rijden. Maar goed, boeit me niks. Hallo. Oké, ik hou me hier allemaal verder niet mee bezig. Ja, ik skip het even. Oké, goed man. Stop. Ah, ze gaan er tussendoor ergens. Oké. Can we please get moving? En rij maar weer. Oh crap! Crazy. Hey joh, stomme fietser. Oh ja, hier gaat een fout. Maar ja, boeit me niks. En nou, wij gaan de voertuigen afslepen. 1. En later afslepen. Ja, dat is ook niet mijn taak. Ik weet het. Niks is hier mijn taak. Dat snappen jullie toch? Maar we moeten iets doen. En nu het ergste, moet hij hem even aanhouden. Nou, waarom? Zodat de melding is afgerond. Dus ik laat de politie hier naartoe komen. Dat is wel hard. De weg is weer vrijgegeven. En dan gaan wij door naar de brandweer of naar de ambu. Ik weet niet, jullie gaan het nu zien. Want we hebben nog dan hopelijk nog 2 ambu's. En een, zeg eens even snel, en ook brandweer. Dus het wordt een lange video als we dit ook te lang gaan doen. Dus tot zo. En we zijn met de brandweer. Nogmaals, hè, ik weet dus niet wanneer ik wat in welke volgorde zet, zoals ik al bij Rijkswaterstaat heb gezegd. Het enige wat ik dus nu wel weet is, omdat ik het al bij Rijkswaterstaat heb gezegd, dat ik Rijkswaterstaat voor de brandweer zal doen. Maar dus, in ieder geval, dit is de T6 van de brandweer. Die hebben jullie nu voor het eerst, ja, bij de introductie al een beetje gezien. Hij is een beetje vies. Het is gebaseerd op een fictieve skin. Er staat ook niks onder. Rotterdam Rijnmond. Nu zou je denken van, maar wat staat er iets onder? Ja, zeker. Normaal staat er iets onder. Namelijk officier van dienst of dienstbus of noem maar op. Maar het is dus een SIF, een snel interventievoertuig. Of een SI, een snel interventie eenheid. En het roepnummer is dan weer het 3161. Is gebaseerd op de SI, SIE van Zuid-Limburg, wat ook op mijn pakje staat. Maar dan heb je 17, daar staat Rotterdam. Dus het is echt volledig fictief. En fictief is dus ja, verzonnen, zeg maar. Het is geen echte geen echt busje die echt rondrijdt. Maar het is gewoon, ja, ja, leuks. Ik heb er wat leuks van proberen te maken. We rijden dus echt op alles. Het is snel ter plaatse zijn. En we zullen even voertuigcontrole doen. We rijden dus met een manschap en een bevelvoerder. Nu ga ik jullie een geheimje vertellen. En ik heb net echt gewoon al een half uur opgenomen met de brandweer voor de tweede kerstdag special. Alleen
Echt op het einde besefte ik me, wat nou als ik hem even snel omskin naar een S, naar een Civ of een C, daar kun je veel meer. Want ik was eigenlijk alle brandjes maar aan het blussen als OVD en dat is helemaal niet logisch. Dus dat heb ik snel gedaan, nu kunnen we ook gewoon op de kazerne blijven staan. In ieder geval, de T6 gemaakt door topmods of high performance modding. Ik weet eerlijk gezegd verschil niet, wat nou, beide zijn het Duitse modders en ja, dat is mij niet helemaal duidelijk of dat nou dezelfde is met nieuwe naam, want topmods daar zie ik eigenlijk niet meer veel van. Maar goed, het, ja. En de skin gemaakt door een clanlid van de Roleplay Reality. Dus sowieso shout-out naar Roleplay Reality en naar het clanlid dat ik hem mocht gebruiken. En dan sorry daarvoor, maar ik heb mezelf een beetje aangepast. Er komt een kazernalarm. En dat is dus een... Oh, mesje. Ja, daar gaan we zeker even kijken. Die accepteren. Ja, dat is ideaal van een snel interventievoertuig. Of eenheid. Het is maar iets hoe noemen. Die kunnen dus snel gaan kijken bij een OMS. Hoef je niet 4 of 6 mannen van een TS te gaan kijken. Ah, ja, TS is toch al te plaatsen. Okay. En een ambulance zelfs, daar is iets meer los denk ik. Hey, ambulance, mooi, 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 mooi. Onze informatie, ik ben er aan het inlezen hoor ondertussen. Het zou in een... Nee, wacht dan maar. In een winkel zitten zien. Ik dacht dat ik de route herkende waar we heen reden, maar dat blijkt ook anders te zijn. En als je de route herkent kun je altijd een beetje zo, zonder dat jullie het doorhebben, doen alsof je informatie leest. Ik dacht namelijk toen we naar het gebouw gingen, hier verderop, maar dat was niet. Hier links voor mij, dat is ook een gebouw waar nog wel eens meldingen zijn. En dat is een kledingmakerij of zoiets. Maar we gaan het te zien naar een tankstation of een winkeltje. Of beide, hè? Nee, een winkeltje van een tankstation. Oh, ja, we zijn wel lekker aan het rijden. Of een kapper. Ah, daar heb ik nooit een melding gehad. Zo, dat is inderdaad geen normale melding meer. Uitslaand, uitslaand. Even kijken hoor. Die ademlucht op. Wat zeg ik nou, ademlucht op? Ja, maar god, potnonderzoekers, hè. Doe je dat nou gewoon niet? Doe ik het maar weer. Ja, hij zoekt mijn bevelvoerder. Hij moet mij zeggen, maar aan. Hij dacht, ik kon mij een beetje helpen. Ondertussen ga ik even snel... dit en het verkeer hier stoppen. Waar is het maar de ingang? Zet er even aan. Okay. Zit de ingang? Zo, we zien hem even helemaal niks. De hele tent hier af gewoon hoor. Zo, holy shit, ik ben er weg. Holy shit, holy shit, holy shit. Explosies, explosies, explosies. Ik weet niet wat ontploft, maar iets ontploft. En ik schrom me helemaal kapot. En jullie misschien ook wel, want het geluid was best hard. Ik denk dat achter ergens nog iets van gasflessen zijn of zo. Zo. Ik hoor nog steeds fikken, maar ik zie nu niks meer. Ik kom in ieder geval nog een TS aan. En even snel achterom kijken. Hier is het ontploft, hè. Parcours ook nog erbij. Hier, hè? Nou ja, dan kan de autoladder op gaan zetten en die kan het dak gaan verkennen. Ik geef in ieder geval brandmeester voor mijn taak. Ik heb nog een TS uit te horen. Ja, 2 TS'en. Snelle terwetsvoertuig en de autoladder zijn verplaatst. Zo.
Blijf je nou staan of wat? 10-4. Thank you. Hij doet gewoon niks meer. Ja, dan ga ik hem achterlaten. Dan heb ik ook niks meer aan hem, zeg maar. Doei, joejoe. Misschien komt hij dadelijk opeens weer voorbij. All units, citizens report an apartment on fire on Vespucci Boulevard. Respond code 3. Zijn we in de buurt? Een gebouwbrand. Misschien is dat dan de kledingwinkel. Roger. Of de kledingwinkel. Die waar Lester in singleplayer even zit voor de heist. En waar ook nog wel eens wat vrouwen zitten te naaien, en dat is ook zo. Of ja, dat is inderdaad het gebouw. Ja hoor, fix het er goed in. Een kat, oh, rennen kat. Want de brandweer moet er langs. I can feel it turning. Yeah. Grote brand, grote brand. Aan de brandhaard in ieder geval binnen even aanpakken. Dan komen we zelf wel. Nou, het is alleen maar buiten of wat. Nou, dan lijkt het een beetje alsof er een of andere molotov cocktail tegen het gebouw is gegooid. Want binnen is niks en ze zitten hier nog steeds te naaien. Nou, en hier is toch wel hitte. Dus ik denk dat die brand hier buiten is. Alleen maar buiten. Een autoladder was niet heel verkeerd geweest om hem te plaatsen te hebben. Zo kleine vlammetjes en dan zo moeilijk te blussen. Zo onvoorspelbaar. Hoe kan dit altijd zo moeilijk zijn? Ja, ik weet het wel, dat heb ik jullie wel vaker verteld. Dat komt omdat je moet zeg maar zo'n wateranimatie krijgen. Dat er waterstralen komen uit de grond of uit de muren. En als je dat krijgt, dan blus je het pas. Dit heeft echt geen zin hoor. Die even kan helpen als een collega's. Kijk, dit is nu uit. En mijn water is op. Handig. Je kunt geloof ik wel via een manier op het dak komen. Ik wil alleen niet waar en hoe. Yeah! Let's kick some flaming ass! Nou, in het echt was hier natuurlijk al een TS en alles ter plaatse geweest samen met mij. En hadden wij alles al super handig geblust. Dus dat hebben we nu ook. En poef, alles is nu weg.
Wij gaan snel naar de kazerne. Want wij moeten wij gaan vullen. Dus dat ga ik eens doen en dan ging mijn deur. Oh nee, de verkeerde knop. Ja. Die fixen we natuurlijk wel even. Attention all units, citizens report cardiac arrest on. Dus daar gaan we uiteraard ook heen, daar kunnen we snel zijn. Dan moeten we wel aan natuurlijk voor de dat. Copy that, we are on our way. 10-4. Is al te plaatsen. We gaan toch mee. Dat betekent niet dat we zomaar gaan loskoppelen. Ik ga even snel kijken waar het is. Ze zien op de snelweg. Of daarnaast natuurlijk. Dat is een rare locatie. Ik denk er toch wel op. dus. Maar ja, misschien moeten we wel helpen met tillen. Misschien moeten we wel helpen met. Weg of zij, weet ik het allemaal. Hè. Dus je kunt niet zomaar zeggen als de ambulance er is, we hoeven niet meer naar een reanimatie. Dus dat doen wij ook niet. Dat hier dus eigenlijk moeten zijn. Ada. Midden op de snelweg. Zo, we hebben hier meteen gezorgd voor een veilige werk plek, omgeving iets. Hier zijn ze al aan het reanimeren. We laten ze dus reanimeren. We gaan kijken of we nog hulp kunnen bieden. Ja, het is natuurlijk, dit moet een rapid responder voorstellen, maar het is gewoon nog niet aangepast door mij. Het gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik weet dat dat voor veel crashes kan zorgen. I really, really need a vacation. Oké, ik weet niet wat er allemaal onder de grond hier afspeelt. Ja, slachtoffer leeft. Slachtoffer heeft ritme. En gaat dus met de ambulance mee. Zal we dan aangereden dan ofzo? Ik zie ook geen leegstaand voertuig. Ja, hij leeft er net, dus ik ga hem niet... Goed, dan gaan wij de melding beëindigen. 10-4. Dan gaan wij hier de weg weer vrijgeven. Dan moeten we snel weg. Snap je? Snel weg. Op de snelweg. Nee, oké. Heel slecht. We gaan nog één melding even snel pakken. En dan is het goed geweest voor de brandweer. En dat gaat gebouwd. We have a structure on fire on Altopia Parkway. Medical aid requested. Units respond code 3. Roger, we're heading over now. Roger. Ze rijden we even snel mee naartoe. Fire truck has arrived on scene. Shit! Ik had het er net geloof ik nog over. Ik weet niet meer of het nou... Wat ik al zei, ik had die OVD video al opgenomen. Ik weet niet of ik het zei in de OVD video of in deze video, zoals ik dus dubbel zeg. Het is zo irritant, dus als je doorrijden, dan denk je van, of als je er langs wilt, zo zeg maar, stel ik moet hier naar rechts, om er dan nog snel links langs te gaan. En dan rijden ze door, dan denk je, nou dan pak maar achterlangs binnendoor. En dan gaan ze stilstaan, dan knal je erop. Altijd jammer. Ja, niks aan te doen, niks aan te doen. Dus geloof ik ook nog de, die grote arena aan. Dus het gaat dan een lekker groot brandje. Ja. Nou, kan ik wel.
tankstation. We zijn al klaar, maar dit is wel weinig. Want ik ben hem een beetje aan het stressen. Dat moet ik best weten. Het is namelijk de eerste kerstdag voor mij dat ik deze video opneem. En het is inmiddels bijna 5:30 en het eten staat natuurlijk ook al langzaam klaar. Het staat nog niet klaar, want je moet niet denken dat ik ben opnemen terwijl de hele familie zit te wachten op eten. En ik moet dus nog met de ambulance opnemen. En nog editen en nog renderen. En ik wil hem natuurlijk wel morgen, oftewel vandaag voor jullie, als jullie hem zien, om 10 uur online hebben. Dus het gaat wel goed komen, maar het is wel stressen. Ja, dit is een echt grote brand, had ik kunnen weten, had ik moeten verwachten. Jij gaat meteen... ja, die luistert niet met de supervisor. Keep the stream on the source. We gaan heel snel blussen hier. Ik weet niet waar de ingang is. Fuck is de ingang. Nee, hier. Heel veel slachtoffers ook. Handhaving staat erbij. Kijk daarna. Kijk, die stralen bedoel ik, wat je hier ziet. Als je die ziet, dan weet je dat het vuur ook daadwerkelijk uitgaat. Twee slachtoffers al ontdekt. Dus ga je allemaal langs deze kant op. Boven brandmeester. Naar beneden, de verdieping. Zijn we niet op tv? Dat zou leuk zijn. Man niet laten gebeuren, geloof ik. Nee, het water is op. Kut. Ja, je hebt niet zoveel water hier, hè. Met dit ding. Snel de brandblusser pakken, want hij helpt me niet. Maar de ambu is er. I can feel it turning. Yeah. Snel terug. Hier ligt een brandblusser. Iemand heeft hem willen gebruiken. En toen dacht hij van, nou, toch maar niet. Oh, hier nog een. Zou ik ook hebben gedacht, denk ik hoor. Oh, dit was redelijk snelheid. Ik heb het gevoel dat die achter perfect is. Zo, en ik geloof dat we dan toch echt brandmeester zijn als hier niet. Perfect. Thank you.
Nou, de bemanning van de TS mag een controle gaan doen. Hier kun je niet door. Is het nog warm ergens? Kun je hier nog door? Nee. Daar kun je niet door. Boven. Zo, uit. Daar komen we niet bij denk ik met de brandblussen. Nou, weet je, ik vind het goed geweest met deze brand. Jullie hebben gezien dat ik... Oh, dat is zo'n hele grote boog. Dat ik goed mijn best heb gedaan. Alleen, ja, dat is ook volledig mijn farm. Maar ik ga nu eten. En ik ga straks hopelijk nog tijd hebben om met de ambu te kunnen opnemen. Maar ja, nogmaals, als jullie deze video zien, is dat dus allemaal goed gekomen. Al moedig om 12 uur s'nachts opnemen, komt goed. Of het is het einde, nee wacht, dat einde neem ik dan wel later op stel. Dit is het einde. Tot zo, doei. En dan tot slot met de rapid responder. En ik ben helemaal vergeten om bij deze hele versie, ook al kon het bij de Rijkswaterstaat en bij de brandweer, niet de kerstmis op te doen. Bij de ambu ben ik het helemaal vergeten. Nu ben ik echt zo dom, hè. Ik ben echt alles door elkaar aan het opnemen. Ik heb de Rapid nu wel als laatste opgenomen. Die ga ik ook als laatste erin zetten. De Ambi heb ik net opgenomen, maar die Medic ga ik eerst erin zetten. 24 respond to a for an upper limb trauma. Alleen, hey, nu had ik net alles klaargezet Burden. Voor de introductie. You are in code Y yellow. Of voor de thumbnail foto. En had ik net zo goed ook meteen even de introductie daarbij kunnen doen, maar dan ben ik dus vergeten. Dus moet ik telkens alles klaarzetten. Ik ben nu in ieder geval naar een H1 melding. Samen met de ambu. En deze sirene vind ik ook zo ziek. Die sirene zit ook op de nieuwe rapid responders van Utrecht. RAVU, de regionale ambulancevoorziening Utrecht. Ja, dat is gewoon een heerlijk geluidje. En ik zag een filmpje, ik zal hem in de beschrijving zetten als ik eraan denk. Waar deze dus met spoed reed met die sirene voor. Mooi ding. Plaatsen rapid responder 342. Hallo. Samen met mijn collega's kijken. Even kijken, wat hebben we? Dat is goed man. Helemaal toppie hoor. Gaan eens kijken. Even zijn voorgeschiedenis weten. Die omstanders zullen mij dat wel vertellen. Penicilline allergisch voor, oké, dat kan wel eens. Oei, ik ben iets heel doms aan het doen. Zo. Ik ben een beetje in de tussentijd een stopcontact of een stekker aan het insteken, een stopcontact. En ik zag nu tot de kabel van mijn oplader er onderin zat. Dus die zat ik zeg maar mee erin te steken. Dat is heel gevaarlijk. Ik zou zeggen, ga de ambulance in. Ik hoop toch. Tot ze met hem meegaan, niet met mij. Ja, zie je, nu zit hij in. Oké, hij gaat nu de ambu in. Ik heb verder geen wondzorg gedaan en zo, dat had ik wel even moeten doen. Met een trauma. Nou, ik ben hiervoor vrij. Dus nu een melding waar Rapid en ambu nodig waren. Wat je vaak ziet dat bij de Rapid is tot ze als eerste te plaatsen gaan. Dan de eerste zorg starten. Medic 24 respond to a for a cardiac arrest. En dan. At Vinewood Boulevard, downtown Vinewood. You are in code red. Om het slachtoffer mee te nemen naar het ziekenhuis. En niet dat ze samen worden opgeroepen. Tenzij er een melding van een reanimatie is zoals nu. Dan wordt vaak een rapid ook wel meegestuurd als hij er toch is.
of een ernstig ongeval natuurlijk wel sowieso meer dan 1 nodig zijn. Stel nou een melding van een gebroken, ja, gebroken been misschien wel niet, een hypo of zo, te lage bloedsuiker, dat dan vast de rapid responder gaat, eerst de zorg doet en dan eventueel een ambutje komt voor ons te controleren of voor mee te nemen naar het ziekenhuis. Dat doet Coolblue even een koprol. De plaatsen. Ze zijn met z'n tweeën aan het trainen, dat vond ik heel mooi om te zien. Blijf er doorgaan, boys. Ik ga met jullie meedoen. Collega, ga vooral zo door. Je was lekker bezig. De reanimatie is gestart. De AED, oftewel, deze in een ambulance, dus de lifepack wordt opgeladen. De eerste shock werd niet geadviseerd. Dat wil dus zeggen dat we niet even heel snel ook wat zuurstof gaan krijgen. Oh wacht, we hebben ritme, we hebben ritme. Met de ambu mee, met zijn knijs. Ik ga mee als het kan. Neem jullie er niet mee. Ze zit. Medic 24 respond to a for vehicle accident. Ze gaan zonder spoed. Ik zou dus zeggen naar een reanimatie gaan met AI in het ziekenhuis. You are in code Y yellow. En dan gaan wij naar een auto-ongeval. Hier ging net nog een ambu omlaag. Kijk op een mapje rijden hier. Eén handje aan het stuur. Alles onder controle. Ah, motorrijder onderuit gegaan. Ja, blauw even aanstaan. Neem hier in de wouwbok staan. Het is niet lekker het weer om met je motor te gaan rijden natuurlijk. Ik ga eens meekijken. Oh,
zwaar gewond. Ik heb naar held. Dan heb ik ook wel alles gehad, denk ik. En dan wil ik nou echt eens kijken of dit verschil gaat maken door nu op de H te drukken. Dan gaan we nog eens evalueren. Oftewel de vitale waarden schuiven. Nee, maar het is geen verschil. Doe het mee naar het ziekenhuis. Het is snel een beetje. Dan zijn we terug op de post en dan ga ik deze video beëindigen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Alles door elkaar of alles bij elkaar van het overig personeel, zoals ik het noem. Het OP, Rijkswaterstaat, brandweer en ambulance. Ik heb eigenlijk niks toe te voegen hieraan. Morgen geen video, morgen is er ook geen kerstmis meer. De 28e wel een video. Wat dat is, het blijft nog even een verrassing. En dan de 30e nog een video en is het alweer klaar voor dit jaar. Dus ik zou zeggen tot over 2 dagen bij een nieuwe video en laat een blauw duimpje achter. Doei!